Rare blikken van iedereen elke keer als ik op school kwam. Altijd de vraag, waarom ben je er nooit? En mijn antwoord was altijd, oh ja, gewoon geen zin. Maar was dat ook zo? Wisten ze waarmee ik rondliep? Wisten ze dat ik het bijna allemaal had geëindigd? Elke dag heb ik er spijt van, maar diep van binnen weet ik ook dat ik er niks aan kon doen en dat ik gewoon een meisje ben die veel trauma heeft, wat allemaal gewoon te veel werd. Ik heb het er zo vaak over gehad, op school, met mama en zelfs vrienden, maar niemand had door hoe erg ik mezelf haatte, omdat ik denk dat alles wat er is gebeurd, mijn schuld is. Het is niet niks om zomaar uit huis gezet te worden door je vader, de man waar je het meeste liefde om, waar je het meest om gaf, de meeste liefde naar had, en dan ineens erachter komen dat jij, zijn eigen dochter, die hij al 15 jaar kende, niks voor hem betekende. Elke dag denk ik erover na, nadenken over wat ik verkeerd heb gedaan, om zo behandeld te worden, wat een wond heeft achtergelaten voor altijd. De reden dat je jezelf zo erg betwijfelt, dat je nadenkt of het allemaal wel nut heeft. De toekomst. Ik zag geen toekomst meer en ben daarom ook niet naar school gegaan. Heb het hier vaak over gehad met de mensen op school, maar het leek ze niet heel veel te boeien. Dat liet me nog meer twijfelen. Ik zat na te denken over of ik me aanstelde, want zo reageerden ze ook. Hierdoor zag ik het nut al helemaal niet meer in. Van mama moest ik praten met mensen, maar dat durfde ik niet. Bang dat hetzelfde ging gebeuren, net als 3 jaar geleden. Ik had gesproken over hoe papa me behandelde en waar ik mee zat. Ik was bijna uit huis gezet, omdat het blijkbaar toch niet zo normaal was, maar papa zei van wel. Ik heb het verhaal om moeten draaien en moeten zeggen dat ik het erger maakte dan dat het was, en sindsdien heeft papa me nooit meer hetzelfde aangekeken en was al mijn vrijheid weg. Maar ik hield nog steeds van hem, want het maakte me niet uit, want we hadden ook onze goede momenten, dus misschien hield hij wel van me. Dit heeft me tot de dag van vandaag nog steeds achterna gezeten en ik durfde geen hulp te vragen omdat ik bang was dat hetzelfde ging gebeuren. Na dit alles werd school gewoon te veel. Paniekaanvallen als ik de school binnenliep, dus ik dacht dat het gewoon beter was om niet te gaan. Dit maakte alles erger. Ik had gesprekken, straf, ik heb mama erg teleurgesteld en ik heb mijn toekomst bijna weggegooid. Maar ik hield de mindset, het zal allemaal wel, in mijn hoofd. Nu later zie ik hoe dom bezig ik was en dat ik wel echt hulp had moeten zoeken, wat ik nu gelukkig ook krijg. Ik heb geleerd dat hoe moeilijk het ook is, dat je gewoon door moet gaan, aangezien school gewoon echt belangrijk is voor later. En ik hoop dat ik mijn tweede kans niet ga verpesten en dat het allemaal beter loopt volgend jaar.